Koendra van Moulijn werd gelukkig van te horen op 15 februari 1937. Hij ging voetballen bij Celtics en werd op zijn 18e voor een transferbedrag van 25.000 gulden overgenomen door Feyenoord. Op 18 september 1955 debuteerde hij in de eerste. Hij speelde 487 keer voor Feyenoord. Op 9 juli 1972 was zijn laatste wedstrijd. In 1970 won hij bij Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 ten koste van het Schotse hetzelfde. Enkele maanden later wordt ook de wereldbeker gewonnen naar keihard in Wales tegen de Estudiantes uit Argentinië. Koentje Moulijn was meer dan een wereldbeker. Hij ging eruit tot de wereldbeker. Moulijn liet vele tegenstanders kansloos met het gemaakt zien. Het is schrijnend hoe vele rechtsbacks van hem was. Zij trokken in de bocht mee terwijl hij passeerde en naar de achterlijn sloeg. Dan volgde een ideale voorzet. Zo nu dan een doelpunt. Tijdens en na zijn loopbaan met 31 interlands was de bewondering bij het publiek groot. Moulijn bleef eenvoudig, een vriendelijk mens en daardoor ook een voetbal. Had terecht geprezen op de koninklijke opstelling. Thank you.